Zo, inmiddels is het 6:30. Ben ik Rafi uitgelaten en lekker een half uurtje gelopen. Die staat zijn brokjes op te eten. Heb jij lekkere brokjes gehad? Goedemiddag, ik ben weer thuis. Ik heb lekker gewerkt vandaag. Ik ben even slagingetjes aan het maken en ik maak er even vier. Dat is niet omdat die vandaag opgaan, maar omdat ik vergeten was dat ik morgen ga eten. Er kwam toch wel een heel leuk cadeautje van bol.com. Dat moet ik ze nageven. Ze baalden dat ze de levensbelofte niet konden halen. En daarom sturen ze me nu een bloempot. Goedemorgen. Nou, het is kort voor 6. Eigenlijk is het 5:44. Ik ben eigenlijk al een minuutje voor de wekker wakker, maar ik heb echt super goed geslapen. Ik ga opstaan. Tijd om op te gaan staan, om uit te kleden, hond uit te laten. Sorry. Ontbijten, dat soort dingen, dus tot beneden. Zo, inmiddels is het 6:30. Ben ik Rafi uitgelaten, ben lekker een half uurtje gelopen. Die staat zijn brokjes op te eten. Heb jij lekkere brokjes gehad? Ja, een nieuwe zak. Dan gaat het altijd weer beter. En ik ga eventjes lekker mijn tv'tje aanzetten. Even het nieuws kijken. Ik ben net te laat voor het eerste nieuws. Maar dan kijk ik dat van 6:45. Een nieuwe accu erin. Vandaag weer examens afnemen. Dus het wordt een volle, drukke dag. Maar geeft niet. Ik heb er zin in. En ik heb echt gewoon heel goed geslapen vannacht. Was ook nodig na de 3 uur van de nacht ervoor. Dus... energievol. Het is super lekker weer, dus ik ga lekker op de fiets naar school. Even mijn tas pakken. En dan heb ik alles nog op school. Ja, ik denk het wel. Ik heb gisteren een tas met spullen meegenomen. Komt goed. Ik ga het, hè. Ik zie jullie ergens aan het eind van de dag weer, dus later. Goedemiddag, ik ben weer thuis. Ik heb lekker gewerkt vandaag. Ik ben even slagingetjes aan het maken en ik maak er even vier. Dat is niet omdat die vandaag opgaan, maar omdat ik vergeten was dat ik morgen uit eten zou gaan. Ik moet ook nog even een andere afspraak afbellen. Afzeggen. Afappen eigenlijk. Want het schiet gewoon niet op. Ik was het totaal vergeten. Maar goed, dat kan gebeuren. Ik ben ook maar een mens. Dus ik kreeg nu ook alvast vlees voor Emily vanmorgen. En toen hoef ik alleen maar groenten op te warmen. Het vlees op te warmen. En aardappeltjes te bakken, want ik heb een hele pan vol met aardappels gemaakt. Dan kan ik de kook ik ze en dan in stukjes in een bakje en of zo is alleen maar te bakken. En dat kan ze prima zelf. Met een slaging erbij, ik kan zo in de magnetron opgewarmd. We doen het lekker makkelijk. Zo. En nou ga ik mijn jus extra lekker maken. En dat doe ik met een beetje... rozemarijn of een beetje tijm. Ik heb tijm. Maar dat doe ik er niet zomaar in. De deksel op de pan. Dat doe ik in een soort van theezakje. Die heb ik natuurlijk voor mijn verse thee. Kijk, dat is zo'n zakje. En dan heb je nooit die harde stokjes erin. Maar wel de smaak. Ik vind dat altijd een heel goed idee voor mezelf. Ik weet, zullen we veel meer mensen onder andere doen. Maar ik vind dat lekker. En dan heb je wel het smaakje van de tijm of rozemarijn of wat je ook gebruikt. Maar dan heb je niet de ellende van de stokjes. Goed plan toch? Verder eten we snijbonen vandaag. Ik heb een heleboel snijbonen, 2 zakken gedaan. Ik heb echt behoefte aan groenten. Dus we gaan maar heerlijk van smullen straks. Daarna ga ik nog even weg en een klein beetje afhankelijk van het weer of ik ga fietsen of niet. Het is niet zo heel ver hoor, het is 13 kilometer hier vandaan. Maar als het weer is zoals het nu is, dan weet ik niet of ik op de fiets durf te gaan, gezien het weer. Maar we gaan het nog even kijken. Nou, het debakel met het boek van bol.com is opgelost. Ik heb het boek gewoon teruggestuurd. En de mensen van bol.com die hebben netjes al aangegeven dat het geld terug wordt gestort. Ik ben helemaal blij mee. Laat even maar. Ja, ik ga de aardappels opzetten. Want die moet even op boost nu. En dan zo meteen... kan ik die altijd een beetje zout in je aardappels, want dan koken ze niet over. Dat is de bedoeling. Dat is dus opgelost. Het boek is inmiddels in bezit van degene die het in bezit moet hebben. Dat is ook gelukt.
En bol.com zei, er komt nog wel een kleinigheidje aan als compensatie. Dus ik ben heel benieuwd. We gaan het allemaal wel afwachten. Verder geen bijzonderheden hier vandaag. Lekker gewerkt. Dat is een drukke dag weer, maar wel een goede dag. Dus nou ja, wat wil je nog meer zeggen? En nu even wachten tot de aardappeltjes koken. Dan kook ik zeg maar het ene deel van de aardappels kook ik nou ongeveer 10 minuten. En de andere aardappels kook ik gewoon tot schaar zijn. Dus vandaag gekookte aardappeltjes voor Emily en morgen nog gebakken aardappeltjes. En ik eet gewoon een slaafinkje met snijbonen. Erg lekker. We hebben heerlijk gegeten. Ravi was ook heel blij met de restjes. Die kreeg namelijk een beetje snijboontjes. Dat vindt hij echt zo lekker. Dan eet hij gelijk gewoon alles op, zeg maar. Maar ik ga even op de fiets naar een collega om daar even wat op te halen. Maar dat is ongeveer een 3 kwartier fietsen. Ik dacht dat iets dichtbij was, maar we gaan het zien. Volgens mij is het maar 13 kilometer. Dan ga ik daar niet 3 kwartier over fietsen. Maar goed, ik ga lekker op de fiets, oortjes in. Komt het helemaal goed. Zo. Er kwam toch wel een heel leuk cadeautje van bol.com. Dat moet ik ze nageven. Ze baalden dat ze de leverbelofte niet konden halen. En daarom stuurden ze me nu een bloempost. Een bloemetje. Dus daar ga ik nog wel even netjes voor bedanken. Maar dat ziet er dus, nou ja, als je het openmaakt zo uit. Het zijn droogbloemetjes, erg leuk. En het komt heel goed uit, want mijn droogbloemetjes waren uitgebloeid. Dus die waren uitgevallen inmiddels. Dus die ga ik weer bij de tv neerzetten. Maar dat ga ik morgen even doen. Dus als je wilt zien hoe het eruit gaat zien, dat kun je morgen zien. Zo. Ik kreeg net ook een mailtje van de verzekering. Eigen risico. Niet van mij, maar van Emily. Dat wordt weer afgeschreven. Dan gaat altijd zo hard bij haar. En dat schiet ik dan even voor. En dat betaalt ze dan netjes terug. Dus ja. Kijk nu en kaboom, kapot zijn alle apparaten. Flinke schade door in Groningsdorp door een stroompiek. Ja, dan moet je gaan uitkijken. Ik ga een video editen en een video online zetten. Ik zie dat ik ook nog mail heb. Daar ga ik ook nog even naar kijken. Maar volgens mij is dat alleen maar body en fit reclame. Want dat heb ik elke keer. En een mug. Die ga ik eerst even om zeep helpen. Morgen komt er trouwens geen video gesloten. Want ik ga uit eten. En dat moet ik al om 5:30 zijn. Voordat ik terug ben is het 9:50. Ik ben laat uit mijn werk. Dus dat heeft eigenlijk niet zo heel veel nut. Dus morgen is er even niks. Donderdag is er gewoon weer een video. Dan is het hemelvaartsdag. En dan krijg ik visite. En daar heb ik onwijs veel zin in. En ik ga niet zeggen wie het is. Maar het is iemand die op video wil. Dus ik zou donderdag zeker even kijken. Ben je nou nog geen abonnee? Dat is wel een idee. En zeker zodat ik dat belletje aanzet. Dan krijg je gewoon een melding als die video online staat. Dus morgen geen video. Maar donderdag wel. Ja, er was gisteren ook niet veel video. Ik was natuurlijk ook echt heel erg moe. Dat hielp echt niet heel erg. Dus korte video. Nu nog even de video van morgen online zetten. En even een kruis zetten door morgen. Door de woensdag. Anders dan ga ik denken, hé, maar ik heb geen video online. Hoe zit dit nou? Maar dan weet ik, als er een kruis staat, weet ik dat ik niks moet uploaden. Dus morgen komt video nummer 1497 online. Eens even kijken. Even een titeltje bij bedenken. En even een thumbnailtje bij maken. Dat is zo'n plaatje, hè, wat jullie zien als eerste. Dus daar ga ik even mee aan de slag. En dat ga ik eens even de video beluisteren of ik nog dingen hoor die niet kloppen. Want ik heb hem vrij vlot geëdit vorige week omdat ik gewoon druk bezig was. Ja, en nadat ik de video online zette heb ik niks meer gefilmd. Oké, niet meer wat ik gedaan heb, maar einde van de dag. Dankjewel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat je hem leuk vindt. Hele fijne dag als je deze video's morgens hebt gekeken. En kijk je nou 's avonds, dan slaap lekker mooie dromen. Ik heb hier trouwens echt wel gelicht zo. Je komt dat de zon nog binnen schuift. Daar is de zon. Maar goed, dat was hem. Tot morgen. 7:15 staat de video voor je klaar. Doeg!